zijn we vrij op 5 mei? Ja, een jaarlijks terugkerende vraag. De heren willen het ook allemaal weten hier, hoor, zie ik. Het is een jaarlijks terugkerende vraag die nu alweer komt. 5 mei is eens in de 5 jaar een officiële feestdag. Maar dat betekent niet dat het ook een officiële vrije dag is. Sinds 2017 is in de CAO vastgelegd dat 5 mei een normale werkdag is. De werknemers hebben daarvoor ook een extra vrije dag gekregen. Ze hebben er nu 26 in plaats van 25. Een werknemer die vrij wil zijn, kan dus gewoon een vrije dag nemen. De werkgever mag het weigeren als de werkzaamheden dat niet toelaten. Werkt een werknemer op 5 mei, dan hoeft hij daar dus ook geen overwerkvergoeding of een soort van feestdagentoeslag voor te krijgen. Ja, kortom, we mogen zelf kiezen. Dus als er nog lockdown is, dan gaan we gewoon lekker doorwerken op 5 mei. Zo is dat.